Yo Nintendo fan, welkom bij weer een nieuwe Paper Mario video. We zijn aanbeland op het picknickpad. En als je dit nou een leuke serie vindt, knal dan even dat duimpje omhoog. En vergeet sowieso ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal, waar je allemaal Nintendo video's vindt. Waarin we Goombas slopen. Ook al worden ze boos, dat maakt helemaal niks uit. We zetten ze gewoon zo, bam, op het lijntje. En we stampen met onze voeten ze dwars door de grond heen. A.k.a. Kabouter Plop stijl of zo, I don't know. En we winnen die battles. En we gaan door, let's go. We gaan even gaatjes vullen hier zo. Zonder praatjes natuurlijk, want praatjes vullen geen gaatjes, zeggen ze altijd maar. Hoppa. Bam. Was hier ook nog een gat? Hier was ook nog een gat. Wat is trouwens dit? Ik zie hier allemaal van die... Oh, oké, hier zitten gewoon muntjes verstopt in de grond. Dat is het ding. Huh? Huh? Wat is dit? Is dit een toad? Je haalt ze ook echt overal vandaan, die toads, jongen. Niet normaal. Nou, later. Oh, hier kan je waarschijnlijk heel veel muntjes uithalen dan of zo. Maar dan moet je het alleen wel goed doen. Hop, hop, bat, hats, bats, bats. Hoppakee. Vliegt daar een vlinder? Maar die vlinder die lijkt wel op een toadette, man. Kijk, zie dat? Roze met wit? Dat lijkt serieus op een toadette. Ja, zie je wel? Nou ja, het is wel een toad volgens mij, alleen een roze toad. Wat een baas, wat een baas. Daar is er nog even een Goombaatje verstopt. Maar ik spring gewoon op zijn bakkes, jongen. Dat doen we gewoon. Op zijn bakkeroni, hoppa. Oh, wauw, oké. Hoe hebben jullie dit precies gedaan? Ah ja, kijk, zo. Nee, oh, fout. Dit gaat fout. Nou ja, maakt ook voor de rest niet uit. We gaan het gewoon doen. Dit komt allemaal wel goed. Hoppa, hotseflats. Ze leven nog. Nee, joh. Doe normaal. Ze zijn wel echt bijna kapot. Kijk, ze staan daar echt te bukken zo van... Oh, ik hou het niet meer vol. Oh. At, bat, lats en frats. Dikke doei. Sowieso zit hier ook een toad onder. Nee, niet. Ik dacht dat die Goomba echt een toad aan het bewaken was hier. Misschien dit bloemetje. Dit is een ander soort bloemetje. Ja, kijk, hoppakee, gele toad. Hij heeft al 3 keer in bloei gestaan. Niemand heeft het gezien. Oh, wat nice. Zie ik daar een Koopa? Moeten we vechten tegen die Koopa? Nee, dit is een normale Koopa. Dit is geen origami Koopa. Koopa zegt Mario, ik wist niet dat jij ook een volgeling bent. Ben jij ook op bedevaart naar de schrijn van het... Wat? Schrijn van het schild? Er is een probleem. Oh nee, er is een groot probleem. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Het is vreselijk grote probleem. Zullen we ze even gaan helpen? Ik vind Koopas altijd wel leuk. Ik speel altijd met Koopa in Mario Kart. Dus hey, we gaan ze nu gewoon helpen, toch? Ik ga trouwens niet meer alle battles helemaal laten zien. Want deze battles hebben jullie in de vorige afleveringen al best wel veel kunnen zien. In ieder geval... Deze is ook weer klaar. Maar ik denk dat het leuk is om gewoon op het verhaal te focussen. En misschien iets minder op de battles. Want dit soort battles, dat wordt op een gegeven moment ook gewoon saai om naar te kijken natuurlijk. Terwijl het super leuk is om in deze wereld rond te lopen en om te kijken hoe dit allemaal leeft. Ik vind het echt super cool. Kunnen we trouwens deze zwaan hier uithalen? Oh, kijk. Ja, kijk. Hoppa, we kunnen naar die zwaan toe, denk ik. Wacht, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Bam! Dit dacht ik al, een gele toad. Nice. Alles goed, toad? Kan ik niet geloven, is dat net gebeurd? Ik kan niet eens zwemmen. Al die toads worden helemaal betoverd hier door die Origami King, jongens. Laten we eens even kijken waar die Koopas last van hadden, jongens. Kan ik hierin? Nee. Word op met die parasol. Kan ik... Oh, wacht. Nu kan ik me waarschijnlijk op die parasol laten vallen van bovenaf. Zo. En dan kan ik nu deze... Ah! Oké, poging 2. Dan kan ik nu deze toad redden, toch? Ja. Woehoe. Bedankt, Mario. Jij weet als geen ander hoe je met een hamer moet omgaan. Dankjewel, toad. Ik zie je later, man. Hier is er ook nog eentje. Oh, wow. Oh, ik dacht dat we wat zouden krijgen van hem. Maar hij zegt, als je een beloning hoopt, dan heb je helaas de verkeerde toad gered. Ik verkoop wel prachtige en praktische accessoires in Toaddorp. Nice. Kijk, accessoires, dat is super handig. Want ik denk dat je die dus blijft houden op het moment dat je ze gekocht hebt. Dus dat die niet kapot gaan. Althans, dat hoop ik. Anyway, deze koepaatjes die zeggen, de doorgang naar de aardorigant is verzegeld. Niemand kan naar binnen om zijn eer te bewijzen. En hij kan alleen open als de 5 heilige schildstenen op hun plaats staan. 4 van de stenen zijn verdwenen en die schurk daar probeert net de 5e te stelen. We willen hem tegenhouden, maar ja, we zijn maar Koopa Troopa's. Wil je dat doen? Wil je naar hem toe lopen? Tuurlijk, jongen. Jullie hebben je hele leven gebattled tegen Mario, maar nu komt Mario je helpen. We zijn nu 1 team, 1 taak, toch? We willen nog wel eerst even kijken wat er hier allemaal is, als je het niet erg vindt. Ik heb zo'n voorgevoel dat we hier ook even naartoe moeten, namelijk. Loks in de muizenval. Hoppakeetje. Dikke doei. Hebben jullie dat ook in games, dat je eerst altijd de andere kant op loopt? Je weet waar je naartoe moet, maar toch loop je de andere kant op, omdat je dus hoopt daar nog een geheim te ontdekken, zoals bijvoorbeeld deze toad. Ik vind het zo grappig, hoe die toads continu over heel je map heen rennen.
Echt nice. Kijk hoor, we kunnen hier nog naar boven. Dan kan ik denk ik hier nog even een klap op geven. Ja, 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 ja. En dan kunnen we dit even... Oh, kapot slaan zelfs. Ik wou het gewoon grijpen, maar we kunnen het kapot slaan. Hebben jullie dat ook gezien? We zijn gered. Laten we ons alle achter Mario scharen wanneer hij vecht. Oh, dit zijn er gewoon meer dan één. Holy crap! Kijk hoeveel. Okay, dan gaan we nu even afrekenen met die Shy Guy. Yo, Shy Guy, blijf even met je tangles van die parel af dan. Of whatever it is. Oh, je kan extra tijd opvragen als je meer tijd nodig hebt om de ringen in de juiste volgorde te zetten. Maar dat kost wel muntjes. Oké, ik denk dat dit op zich een goed plan kan zijn. En dan kunnen we nu zo draaien. Juist, kijk, hoppa. Wat nou meer tijd, jongen, hebben we helemaal niet nodig. Ondertussen zitten er al aardig wat toads op de tribunes, jongens. Als je alle toads hebt gevonden, dan zit er gewoon heel die tribune zit gewoon helemaal vol met toads. Dat lijkt me echt lachen als ze dan allemaal voor je gaan juichen. Dat is echt vet. Oké, Shy Guy is gone. Dikke doei. De edelsteen is veiliggesteld. Ja, we moeten de andere vier schildstenen nog zien te vinden. En hier binnen is een tentoonstelling. En die moeten we gaan zien, zegt Olivia. Dus ja, dat is wat we nu gaan doen. We gaan de schildstenen zoeken, jongens. Oh, wow. Oké. Wat staat daar dan? Het lijkt wel de Odyssey gewoon uit Mario Odyssey. Hier is nog een toad. Sowieso. Die blauwe vlinder. Olivia zegt, wow, wat een leuk huis. Jammer dat het zo verstrikt zit in dat lange lint van mijn broer. Zou het bewoond zijn, dan zijn ze hier flink aan het huis gebonden. Wauw, zo flauw. Anyway, we moeten eerst dat rode lint weghalen voordat we daar naar binnen kunnen natuurlijk. Het ziet er echt uit als de Odyssey gewoon uit Mario Odyssey. Nou, eigenlijk niet. Misschien een klein beetje. Nee, zo van dichtbij niet. Zo van dichtbij lijkt het gewoon op een huis van een toad. Hallo, zit er iemand in de brievenbus? Ja hoor, er zitten nog toads in die brievenbus ook. Hoppakee, nog één. Maar er zit volgens mij ook gewoon een echte brief in. Dankjewel, door die uitvinding heb ik nieuwe klanten voor mezelf ontdekt. Oké, top. Wow. Oké, deze hele wereld zit vol met geheimen. Wat doet die mol hier? Heb je wat te melden? Ja, wat doe je hier, vriend? Er woont in ieder geval een toad die gekke experimenten doet. Maar goed, oké. We moeten eerst dat rode lint maar eens weg zien te halen. En dan kunnen we hier verder. Ik heb niet het gevoel dat ik per se iedere Goomba hoef te battelen. Dus deze Goomba hierboven, die sla ik even lekker over. En die Goomba die daar rechts loopt, sla ik ook lekker over. Wow, holy crap. Hoeveel blaadjes moeten we hierop gooien dan? 3 volle ladingen, 4 volle ladingen. Nog één, 5 volle ladingen, serieus? En dan? Oh, kijk, ja, nu komt deze toad lekker aanvliegen naar de bloemetjes. Hoppakee. Oh, hij is boos. We hadden hem niet moeten bevrijden, jongens. Hier ligt nog een toad. Dat is toch niet normaal hoeveel toads hier zijn, man. Hier, nog eentje. Ja, hoor. Het is gewoon een golfbaan hier. Oh, ik heb geen papiertjes meer. Oké, nu heb ik weer wat papiertjes. We hebben net een Goomba verslagen, dus helemaal top. Hoppa. En meer, blijkbaar. Nog meer? Serieus? Is dit genoeg? Dank u. En hoppakee, weer een toadje gered. Zoveel toads. Wat is dit? Wat kan ik hiermee? Kan ik hier iets mee? Kan ik hierin klimmen? Nee? Ik kan hier niks mee? Yo, toad, kom even. Kom even uit die muur. Hoppakee. Kijk eens, we hebben 100% van de scheuren gerepareerd. Hebben we nu ook alle toads gevonden hier? Dat zou lekker zijn. Ah, nee, blijkbaar zit er nog ergens wel een toad verstopt. Zit er hier... Wat is dit? Is dit een toad? Ja hoor, dit is de insectentoad. En nog steeds hebben ze niet allemaal gevonden. Yo, dit hondje wil echt battelen. Ik vind het zo'n lief hondje. Het lijkt me zo'n lief hondje. Hallo? Oh, het hondje was ook een toad. Rustig aan, toad. Rustig aan. Hij zegt, kom maar met je vuisten naar het gevechtslaboratorium. Hij is de baas van het gevechtslaboratorium in Tooddorp. We moeten een keertje langskomen. Het is dicht bij het museum, blijkbaar. Oké, doei. Nou, er is in ieder geval genoeg te doen in Tooddorp nu. Laten wij gewoon even lekker doorlopen. Wow. Wat is dit? De Panoramaberg. En inderdaad, dat rode lint zit hier helemaal omheen. Holy crap. Dit ziet er wel mooi uit, jongens. Wat een vet leveltje zo. Wat is dit weer tof gemaakt gewoon. Oh, wow, Shy Guys. Chill, man. Chill. Je hoeft me niet gelijk aan te vallen. Hoppakee. Laat me gewoon rustig chillen hier op deze berg, man. Laat me gewoon even deze schat oppakken. Dit mooie bosje. Wat moet ik nou met een bosje? Oh, wow, kijk, Spinies. Ik denk dat we nu even de ijzerschoenen aan moeten doen voor de zekerheid. Let's go. Oh, wow. Ik spring dus op die Spiny. Je zag het. En daar heb ik zelf ook best wel veel pijn van. Oké, Spinies. Kijk, ik kan nu de ijzerschoenen gaan gebruiken. Oh, shit. Ik wou... Nou, dit is...
Ik had gewoon de hamer moeten gebruiken natuurlijk. Maar goed, dit werkt ook. Alleen heeft nu de vijand wel de beurt. Dat is dan weer minder. Ah, oké dan. Ik denk dat we gewoon beter de hamer hadden kunnen gebruiken. Oh snap. Oké. Is het genoeg? Nee. Ik ben aan het falen, jongens. Au. Jongens, het is tijd voor een slokje drinken. Pak die spijnies. Kijk, zo moet dat. Oké, jongens. Ik ga wel eventjes wat paddenstoeltjes gebruiken nu. Oh, eentje is genoeg. Dit was ooit een bankje. Een heel mooi bankje. Nu is het verloederd. Omdat hier niemand meer op wil zitten. Maar ik ga het maken. Ik voel me net Bob de Bouwer. Hoppa. Oh ja, ik had helemaal die paddenstoel niet hoeven te gebruiken. Want als je gewoon op een bankje gaat zitten, dan krijg je al je HP terug. Dat is waar ook. Zonde van mijn paddenstoel. Yo, yo, is dat... Sprinkaan, kom eens hier. Kom eens even hier. Hallo. Hallo. Sprink... Wat? Wat? Hoe pak ik die sprinkhanen? Moet ik heel rustig naar ze toe lopen of zo? Ja, kijk, oké, dat was het. Ik moet blijkbaar heel rustig naar ze toe lopen. Oké, volgende. Hoppa! Oké, nu deze. Rustig, juist. Ik vind die groene toads wel het leukste kleurtje, denk ik. Nee, ik sla een spiny uit de boom. Ik kan nu wel gewoon op ze springen als het goed is. Want ze liggen nu gewoon op zijn kop. Dus dit moet gewoon lukken. Hoppa. Ja hoor. Alleen ze overleven het wel. Dat is dan weer jammer. Ja, nu krijg ik toch weer damage. Of niet, want ze lagen natuurlijk op zijn kop. Dus ze konden niks doen. De vijanden worden nu al iets moeilijker. Ik heb al elke keer 2 beurten nodig om die spinies te verslaan. Ik denk dat ik wel eigenlijk een accessoire nodig heb uit het tooddorp. Ik denk dat dat me best wel zou kunnen helpen. Oh, wow. Zo'n vliegende Goomba. Ook die heeft niks op mij hoor. Hoppa. Hebben deze dan ook meer HP? Oh, ja, oké. Ja, de vijanden beginnen nu eindelijk wat beter te worden, jongens. Freaking Paragoombas, hoppa. Ik heb de helft kapot. Laat me met rust. Zo, hallo zeg. Dit deed aardig wat damage, gewoon 16 damage. Ik ga eens even de ijzeren schoenen gebruiken, jongens. Ik wil ze in één keer slopen namelijk. Hoppa. Ah, nee, eentje overleeft het weer. Pak hem! Nou, dan wordt het tijd om maar weer op het bankje te gaan zitten, denk ik. Ompiedompiedompiedoem. Hey, hoppakee. Hierachter zat ook nog een tootje verstopt. Oh, als we op minnetje drukken, dan krijgen we blijkbaar informatie. Yo, Koopas, wat zijn jullie hier aan het doen, vrolijke vrienden? Kom naar voren. Moet je horen. Hier moet je zijn om deals te scoren. Jij daar, snorreman. Waag je een kans. Oké. Let's go. Let's do it. We gaan gokken blijkbaar. Daar gaat hij dan, dames en heren. Sla vandaag de slag van je leven. Haal die buitenkans binnen. Deze magnifieke mirakelsteen. Hé! Hey! Ja, deze moeten we hebben, jongens. Hij flonkert en fonkelt, glanst en glimt. Zo is er maar één. Oeh, het is een schildsteen. Die moet ik hebben. Rustig aan. De veiling gaat zo van start. Die Koopas, die willen ook gewoon met de eer gaan strijken, hè? Je ziet het. Die is van mij, jongen. Die glinste steen. We beginnen met een bod van 10.000 munten. Oh, oké. Zij willen dat niet geven. 10.000 munten? Dat is echt veel. Nee, ik ga het niet kopen. Nee, 10.000 vind ik echt te veel, vriend. Je moet echt goedkoper. Hoeveel nu? Hoeveel? Oké, we krijgen een nieuwe aanbieding, jongens. Zie je? 5.000. Gaan we dit doen? Ik ga dit nog steeds niet doen. Screw it. Ik ga dit nog steeds niet doen. Voor hoeveel kunnen we dit krijgen? 3.000 munten? Hij zegt dat hij niet lager kan. Hij kan sowieso wel lager. Maar voor 3.000 munten, molletje. Oké, kom maar. 3.000 muntjes. De groene schildsteen is van ons. 3.000 muntjes, jongens. Ik denk dat ik alsnog belazerd ben, hoor. Oh, kijk al die Koopas afdruipen. Heb je nog een steen toevallig? Zie je? Ik wist het. Jij... Ah! Hij zegt, ik kan nog steeds niet geloven dat ik die steen voor 3.000 munten heb gevonden. Ik heb hem gewoon langs de kant van de weg gevonden. Man. Shit. Ik wist het. Waarom koop ik het dan? Anyway, dat was hem voor vandaag. In de volgende aflevering gaan we de rest van die schildstenen zoeken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of op TikTok. Mazzel!